Het bestaan van veel dier- en plantensoorten staat wereldwijd onder druk. Daarom is het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM, met ondersteuning van de Suriname Conservation Foundation, bezig het reeds bestaande Nationale Biodiversiteitsstrategie en Actieplan, NBSAP, bij te werken. ROM-minister Silvano Tjanahing zegt dat deze stap een goede beleidsstructuur behoeft. Middels het opzetten van vaste overlegstructuren tussen de overheid en particulieren en overige instellingen zal het ministerie van ROM trachten een gecoördineerde aanpak voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid te bewerkstelligen. Binnen fase 1 wordt ook gewerkt aan een effectieve communicatie over milieu en milieubeleid en daarmee dus ook het belang van bescherming van onze biodiversiteit naar de bevolking toe om hen op de hoogte te laten blijven van de plannen van de overheid en de ontwikkelingen in dit verband. In fase 2 worden de beleidsstructuren vastgesteld die in de eerste fase zijn bepaald. In deze tweede fase wordt de zorg gedragen voor een gestructureerde aanpak van de implementatie van het beleid gericht op biodiversiteit en ecosystemen. Ratna Kewal, onderdirecteur Leefomgeving en Ecosysteem van het directoraat Milieu, stelt dat er nu gewerkt wordt aan het ontwikkelen van een goed plan. Daarbinnen moeten er strategieën worden bedacht die moeten bijdragen aan het bijwerken van het NBSAP. Continuation of coordination mechanismen over de CBD-conventie zelf en het project waarvoor we nu hier zijn, update NBSAP. We hebben de update NBF implementatieplan. We hebben de capacity building in biosafety issues. Measures and regulation voor implementatie van de Cartagena protocol in biodiversity. Development and strengthening of biodiversity data system. Dat is de IBOS systeem die we in samenwerking met MIMOS hebben opgezet. We hebben development and strength of biodiversity data system samen met Nationale Zoologische Collectie en het Herbarium van Suriname. Assessment voor ratificatie van het Nagoya-protocol. En tenslotte de vierde nationale communicatie van bioveiligheid. Met het plan zal Suriname onder andere bewijzen opgewassen te zijn tegen de vele natuurbedreigingen.